Hoi hoi en welkom bij de Stempelkeuken. Mijn naam is Angelique en ik ben hier om jou vandaag de nieuwe producten uit de mini-catalogus september-december 2023 te laten zien. Ik heb als demo al wat spullen kunnen bestellen. Eigenlijk alle spullen kunnen wij al bestellen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb alleen het papier besteld, ik heb een aantal embellishments besteld en ik heb een aantal stempelsets besteld. Ik wil jullie graag het designpapier nu laten zien en een aantal embellishments, zodat je een beetje een indruk krijgt hoe de nieuwe catalogus die ik hier voor me heb liggen eruit zult zien. Ik zal binnenkort ook meer kaartjes laten zien en dat soort dingen, echt projecten weer die gemaakt zijn met producten uit deze mini catalogus. Maar ik dacht, ik laat jullie gewoon eerst het papier zien, want dat is natuurlijk weer super mooi. En zoals bij iedere catalogus heb ik natuurlijk ook weer een paper share, ofwel papierdelen. Dit houdt in dat je een gedeelte van een pak papier koopt voor natuurlijk een fractie van de prijs. De voordelen hiervan zijn is dat je gewoon niet te veel papier in één keer aanschaft, zodat je ook niet met te veel papier straks blijft zitten. En dat is natuurlijk zonde. Dus je krijgt gewoon een gedeelte van een groot pakket voor een fractie van de prijs, wat natuurlijk ook net zo fijn is. Anyways, ik neem je graag mee in deze mooie mini-catalogus. We mogen die helaas nog niet laten zien. Dat kan pas vanaf woensdag 6 september. Vanaf dat moment is er ook uit deze catalogus te bestellen. Mijn klanten die zullen deze catalogus binnenkort op de deurmat vinden met een leuk extraatje erbij, want daarvoor ben je uiteraard een klant bij mij. Anyways, ik laat jullie het DSP zien, het Designer Series Paper, op volgorde hoe ze in deze mini-catalogus zitten. En het is voor mij ook een verrassing, want ik heb de papierpakketten wel opengemaakt, maar ik heb het papier er nog niet uitgehaald. Dus laten we snel samen gaan kijken. Het eerste papier, dat heet A Walk in the Forest. Het is 12 bij 12 inch en de kleuren zijn Balmy Blue, Cherry Cobbler, Garden Green, Old Olive, Pecan Pie en Pretty Peacock. En het leuke aan deze, aan dit DSP is dat de kerstbomen die ik aanwijs, dat die ook door middel van stansen uit het papier te halen zijn. Evenals de beren. Want er zit namelijk een hele leuke berenpons aan te komen. Even kijken hoor. Nou ja, zoals gebruikelijk is het Designer Series Paper dubbelzijdig. Dus aan de ene kant heb je meestal een druk patroon met een plaatje. En aan de andere kant heb je een effen kleur met een heel licht patroon. Dus laten we kijken of dat hier ook het geval is. En jawel, allemaal kerstboompjes. Schattig! Dan hebben we hier mooi papier. En op de achterkant takken. Dan hebben we nog meer dennetakken met wat mooie besjes erop. En op de achterkant een winterstafereeltje. Dat natuurlijk heel erg leuk is in combinatie met die ijsberen of die beren. Kijk, hier heb je weer die beren. Een leuk landschap en op de achterkant streepjes. Met garden green en cherry cobbler kleur. Je ziet het iets lastiger op de film, maar neem maar voor mij aan dat het echt garden green en cherry cobbler is. En dan de laatste twee vellen. Oh nee, de laatste vier vellen. Leuk sneeuwvlokken, kerstboompjes, besneeuwde bomen. En dan nog de kerstboompjes met mooi gestreept papier. Oeh, dit is wel een heel mooi papier. En het leuke is van dit papier is dat er uit mijn hoofd 3 euro gaat naar een goed doel. Dus dat is wel heel fijn. Dus je steunt niet alleen mij. Maar je steunt ook dus een goed doel als je dit papier aanschaft. Ik weet zeker dat ik hier heel veel mee zal gaan maken. Zowel geschikt voor winterse kaarten als kerstkaarten. Dus dat is alvast een mooie aanwinst. Dan gaan we verder. De volgende
wat ik jullie wil laten zien, komt uit een suite, ofwel bij elkaar coördinerende producten. Een stempelset, dies, papier, embellishments. En dat kun je dan voor één prijs aanschaffen. Maar je kunt alles natuurlijk ook uiteraard los van elkaar kopen. Leuke kerstlichtjes, echt van die ouderwetse kerstlichtjes. Maar in een modern jasje, want de kleuren zijn namelijk... zijn namelijk Blueberry Bushel, Crush Curry, Flute Flamingo, Granny Apple Green, Lemon Lime Twist, Melon Mambo, Pool Party, Poppy Parade en Shaded Spruce. En op de achterkant heb je... dit is fijn. Dit is leuk papier. En nog meer kerstlampjes. En op de achterkant streepjes. Leuk regenboogpapier. Hier kan je echt wel weer moderne kerstkaarten mee maken. Dus dat vind ik wel leuk. En op de achterkant. Fa-la-la-la-la-la-la-la-la. Even kijken of dat klopt hoor. Fa-la-la-la-la-la-la-la. Ja, het klopt ook nog. Leuk voor de kerstkaarten. Dan hebben we nog meer leuk papier. Nog meer regenboogstreepjes. En allemaal sterren. Dit is trouwens niet alleen heel gaaf papier voor kerst, voor een moderne kerst, maar ook voor leuke verjaardagskaarten te maken. Dus in september, wat ga ik doen? Ik geef dan een workshop met kerstkaarten en met verjaardagskaarten, want september is namelijk mijn verjaardagsmaand. Dus hou het in de gaten. Nog een leuke kleurtjes. En dit kun je zowel als kerstbomen gebruiken. Als gewoon ander papier. Dus dat is ook wel heel leuk. Leuke streepjes. En nog meer kerstbomen. Oh, dit zijn wel echte kerstpapiertjes. Dus dit is wel heel leuk. Dit vind ik wel heel gaaf papier. Ik ben blij. En zoals ik al zei, komt dat in een suite. Dus er zijn nog meer coördinerende producten, waaronder dit voorheel. Melon Mambo en Granny Apple Green. En dat is ook 12x12. En dan krijg je dan 2 vellen per kleur van. Dus 4 vellen zitten er in het pak. Oh, dit is gaaf. Daar kan je hele leuke dingen mee doen. Ook leuk in combinatie met het papier, wat ik net heb laten zien uiteraard. In die suite zit ook nog leuk lint. Een soort, gewoon echt goed lint. Soepel. Met een leuk glimmertje erin. Je kan het niet zo heel erg goed zien, maar er zit... nu kan je het wel een beetje zien. Er zit een mooi glimmertje in, dus dat is wel heel gaaf. En wat ik zelf ook heel erg leuk vind, dat zijn deze embellishments. Want die glimmen heel mooi. Je ziet het al een beetje. En ze zijn plat. Dus ideaal om kaarten te versturen, dat ze niet tussen een postmachine blijven hangen. En die heb je in de kleuren... dat staat er net niet bij. Nou ja, in ieder geval superleuke dingen. Ik ben er blij van. Gaan we naar nog meer papier. Dit is dan echt weer een tegenhanger in vergelijking met het vorige papier wat ik heb laten zien. Want dit is echt klassiek. Ook weer uit een suite. Dus bij elkaar passende producten. Er zit een onwijs gave stempelset bij met sterren. En er zit nog een stempelset bij, maar vooral de dies. Echt, ik heb ze nog niet gekocht, maar echt, neem maar van mij aan. Die zijn super gaaf. Met echt ouderwetse kerststal en Maria en Jozef en herders en kindje Jezus. En ik heb al een voorbeeld gezien waarbij dit papier is gebruikt. En dat de sterren dan uitgestanst zijn, die heeft ze dan hier op het papier geplakt. En dan hier liepen Maria en Jozef naartoe. Ik zal ze even kijken in de catalogus. Helaas mag ik die nog niet laten zien van binnen.
Maar ik kan wel even kijken wat er precies bij zit. Ja, er zit dus een stal bij. Er zit een... even kijken, er zit een kerstgezelschap bij, een kerstgroep. Dus Maria en Jozef, herder, koning, schaapje, kameel. Ik vind hem gaaf. En wat ik zei van dat voorbeeld wat ik heb gezien, dat was zo mooi. Dus eigenlijk wil je hier gewoon één pak van hebben. Puur alleen al voor dit vel. Ik wel in ieder geval. De achterkant is een beetje verweerd. Super mooi. Een woestijnachtige achtergrond. Nog een mooie patronen. Sterrenhemel. Ik weet niet zo goed hoe ik hem moet houden. Kan eigenlijk alle kanten wel op. En leuke sterretjes op de achterkant. Een mooie blauw wash. Met nog een mooie blauwe achtergrond. Oeh, stad Bethlehem. Tenminste, zo zie ik het voor me, de stad Bethlehem. En eigenlijk kan je dit al als één project beschouwen. Gewoon dit vel papier, één grote ster, één grote gouden ster erop en je bent klaar voor de kerst. Je hangt het in een mooie fotoframe en klaar. Oeh, mooi papier. Dit is echt een van mijn favorieten. Laat ik het hierop houden. Dat weet ik nou wel. Wauw. Prachtig. Dit is echt super mooi papier. Ja. Ik ben hier fan van. Oh, er liggen nog een paar papieren. En wat ik zeg van vooral dit papier. Dat vind ik echt... wauw. Ik zie al zoveel mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. Zowel voor kaarten maken als scrapbooking. Helemaal geweldig. Maar bij dat papier wat ik net heb laten zien. Sorry voor de herrie. Hoort ook nog ander papier. Ook met foil. Dus een mooi goudopdruk. En de kleuren die daarbij zitten zijn Night of Navy en Very Vanilla. Ja, echt schitterend. Mooie besjes. En bij dit papier zit er dus niks op de achtergrond. Ja, gewoon wit papier, maar geen motiefje, omdat de voorkant al met folie bedrukt is. Dit kun je overigens ook prima gebruiken, heb ik het idee. Voor bijvoorbeeld de Ramadan of iets dergelijks. Want dat zijn ook wel echt deze kleuren. Echt van die Oosterse kleuren. Ik hou er wel van. En dan hebben ze precies hetzelfde in het Very Vanilla. Je ziet een beetje witachtig, maar het is echt van nieuwe kleur, crème-achtig. Schitterend. Oh. Valt hier er bijna af. En deze set, die is zo leuk. Echt. Wil je een typisch winterse kaart maken, dan moet je deze set gaan aanschaffen. Het papier heet Berry Christmas. En de kleuren zijn Balmy Blue, Crumb Cake, Crushed Curry, Fleur de Flamingo, Lemon Lolly, Misty Moonlight, Mossy Meadow, Night of Navy, Old Olive, Pecan Pie, Real Red en Very Vanilla. En wat ik net al bij het andere papier aangaf, je kan ze dus uitponsen met de leuke berenpons. Want bij deze suite zit er namelijk ook weer een stempelset bij. En er zit een pons bij en nog embellishments. Maar ik heb tot nu toe alleen het papier aangeschaft. Super leuk voor een winterse tafereel, voor een winterse kaart. Deze is schattig. Moet je eens kijken. En dan zo'n leuke ster erbij bovenaan. Wow. Leuk. En die kleine patroontjes kan je perfect gebruiken met kaarten maken. Dus vandaar dat ik ook de paper share aanbied voor 6 bij 6 inch.
Oh, dit is mooi. Ik hou wel van die Noordische, van Noorse streepjes en Noorse truien. Oh, kijk eens hoe schattig. De rendieren. Met een leuke trui, hè? Met een leuke sjaal. Oh, schattig. Oh. Ik weet niet of je het kan zien. Moet je eens kijken. Wat lief. IJsbeer met een konijntje erop. Oh. Leuke bomen erop. Nog meer ijssterren. Oh, dit is leuk. De afdrukken van een ijsbeer. Schattig, schattig, schattig. Cadeautjes. En weer zo'n leuk Noors motief erop. Wauw. Deze komt echt zeker bij een van mijn favorieten dit jaar. Dan hebben we ook nog een andere suite. Dat is meer echt een klassieke kerstsuite. In tegenstelling tot die felle kleuren zijn dit echt wel de kerstkleuren. Zoals cherry cobbler, old olive, pecan pie, pebbled path, real red en shaded spruce. Dus dit is echt wel kerstkleuren papier. Wauw, moet je kijken, wat prachtig. Een soort watercolor-achtig, aquarel-achtig. Een leuk plaid. Mooie houtstructuur. Een beetje de aquarel-achtige met allemaal besjes en takjes. Muziek. Hiervoor wilde ik dit papier dus aanschaffen, want ik ben dol op muziek spelen. Ik speel al 10 jaar fluit. Vanaf mijn 10e jaren. Ik wil alleen nog eventjes erachter komen welke muziek dit is. Want als Stampin' Up! Namelijk een nieuw papier uitbrengt met muziek erop, is er altijd wel iets qua noten wat een lied voorstelt. Dus ik moet nog eventjes erachter kunnen komen welk lied ze daar hebben opgezet. Nog meer mooie takjes. Leuke rood. Nog meer plaat, nog meer ruitjes, nog meer muziekjes. Ik hou ervan. Een beetje het rustieke kerstgevoel krijg ik hierbij. Allemaal takjes, besjes en dit. Dat is ook wel leuk. Leuk, leuk, leuk. En bij dit papier zit ook weer van het goudfoil. En dan krijgen we niet op de achterkant, maar krijgen we puur alleen de voorkant. 2 keer het ruitje, maar dan groen. Je ziet een beetje blauw, maar het is echt groen. Dus ik weet niet waardoor dat komt. Het is goud. Kijk, en ik moet dat natuurlijk wel goed neerleggen, hè? Het is echt rood met goud. Wauw, prachtig. En dan ook goud met besjes, zie je? Het kleurt ook echt. Supermooi. Nou, katten staan niet erg te kijken van wat ben je nou aan het doen. Dan hebben we nog de laatste kerstsuite, moet ik zeggen. En deze suite doet mij denken aan een aantal jaar geleden die er was. Qua kleuren, qua combinatie, hoe het is, de stempelset, de dies die erbij zitten. Deze suite heet Winter Meadow. En hij is zo mooi. Zo mooi. Moet je kijken, die kan je gewoon als één 12x12 gebruiken zonder er iets aan te doen. Wauw. Kijk, schitterend. Die combinatie met. Prachtig. Nou, hier kan je bijvoorbeeld, omdat de bovenkant en de onderkant hetzelfde zijn, dan kan je mooi door de helft snijden. En dan ook nog eens in stukken snijden. Dan heb je 6 verschillende stukken die je makkelijk op 6 kaarten kan gebruiken. Nou ja, je pakt een stempeltje en je bent klaar. Mooie achtergrond weer, nog besjes.
En blauw papier, wauw. Schitterend papier is dit, wauw. Het is een beetje groenig. Je ziet het op de film als blauw, maar het is echt een beetje groenig. Wauw, schitterend. Ik ben hier fan van. Dat is ook zo mooi. Mooi blauw papier. Mooie aquarel sneeuwbomen. Schitterend. En bij deze suite zit ook weer gewoon Designer Series Paper. Dat is wat ik net liet zien. En er zit ook weer van het foil papier bij. En dit is het Snowflake Magic Specialty Designer Series Paper. En er zitten twee vellen van de sneeuwvlokken bij. Kijk maar, geeft ook weer glans. En dan wit. Geeft ook weer glans. En dan het blauw papier, blauw-groen papier. Wauw. Wat vinden jullie eigenlijk van dat glanspapier? Vind je dat wat of niet? Ik vind het in combinatie met, vind ik het echt super. Anyway, zoals ik net vertelde, was dat al het kerstpapier wat ik heb. Maar in deze mini-catalogus, die van september tot en met december loopt, zit natuurlijk ook herfst. Dus we gaan gezellig door naar het herfstpapier. Dit is 6x6 inch, dus ongeveer 15x15 centimeter. En deze hebben aan de ene kant fotoafdrukken en aan de andere kant hebben ze de patroontjes zitten. En echt, ze zijn schitterend, wat ik zo in de catalogus kon zien. Dus ik ben benieuwd. Dit is het All About Autumn DSP. En er zitten 48 vel in. Even kijken, 1, 2, 3, 4. En er zitten 4 vellen per soort in. Oh, dit is leuk. Dit is op de achterkant weer met foil. Dus dit is dubbel product. En dan mooie schuimpatroon met leuk weer goud foil. Een herfstbos. Als je een herfstwandeling gaat maken, erg leuk voor scrapbooking, project life, dat soort dingen. Dan kan je dit gebruiken. Je doet je foto op en je bent klaar. En ook weer goud foil. Wauw. Ik ben nooit zo, moet ik heel eerlijk bekennen, van die foto afdrukken. Maar als ik dit dan zie, dan denk ik van wauw. Ik krijg dat idee erbij en dat idee. Supermooi houtpatroon. Een bos van bovenaf gezien met alle prachtige herfstkleuren. Mooi mossy meadow met goud. Mooi papier, ook weer met goud. Oh ja, als jullie dat getik horen, het is nu even 8 uur 's avonds. De hele dag is het rustig geweest, maar ineens beginnen ze te tikken, te hameren, te timmeren. Leuke pompoenen. En dit is voor de boekliefhebbers zulk gaaf designpapier. Gewoon een boekenkast. En dan ook weer foil. En bladeren met foil. Een Chesterfield bank. Mooie blaadjes. Mooie herfstkleuren. Echt schitterend. Combinatie. Wauw. En nog meer boeken. Ik ben fan van dit papier. Laat ik dat opstellen. En in deze suite zitten echt geweldige herfstbladeren. Zowel qua stempels als qua stansen. Dus dat is ook wel weer heel erg leuk. En daar zit ook
natuurlijk embellishments bij en alles. En ook dit geweldige, hoe heet dat? Oxidized Copper Specialty Designer Series Paper. Dus heb je het koperen papier. En het geeft een beetje een rustieke kleur. Ik ben fan hiervan. Het heeft namelijk, uit mijn hoofd staat het ook in de jaarcatalogus. Of het heeft in ieder geval vorig jaar in de catalogus gestaan. Sowieso met kerst. Vond ik echt schitterend. Met een groen-blauwe kleur. Wauw. Nou, dat is dan de herfstset die er in deze catalogus is. En op 31 oktober viert men hoofdzakelijk in Amerika ook Halloween. En ik moet zeggen, het papier dat is sowieso heel erg leuk. Maar die stanzenset, die stempelset, ik ben er fan van. Want toen ik dat voor de allereerste keer keek, had ik zoiets van, ik kan dit ermee maken. Volgens mij komt dat daar en daar uit. Dus ik heb dat even opgezocht. En wat het precies is, ga ik nog niet vertellen. Maar ik dacht van, volgens mij komt dat daar en daar uit. Dus ik ben even gaan kijken op internet. En inderdaad, ik kan er hele leuke dingen mee gaan maken. Wat bepaalde soort fans heel erg leuk zullen gaan vinden. Anyways, dit is het papier. Kan je ook weer gebruiken om kaartjes te maken. Je snijdt het door midden, je snijdt het dan ook weer door midden. Hier snij je het door midden en je hebt kleinere kaartjes die je kunt gebruiken. En patroontjes, daarop staat boe en iek. Oké. Overduidelijke Halloween patroontjes, kijk. Is dit niet leuk? Ik vind ze schattig, ik vind ze echt too cute. En dit lijken wel katjes. Miauw. Sorry. En dan graftombes. Mooi papier. Ik vind ze leuk. De bordjes. Ik vind het wel grappig. Want eigenlijk zie je alleen maar zo'n zigzag patroon. Maar als je goed kijkt zijn dat dus allemaal bordjes. Ik heb zelf niks met Halloween, moet ik heel eerlijk bekennen. Ik vind het leuk in Amerika. Maar hier in Nederland heb ik zoiets van, het is een beetje geovercommercieerd. Zeg je dat zo? Nou, dit is natuurlijk ook hartstikke leuk. Oeh, nog meer poesjes. Leuk! Die ga ik voor een kattenliefhebber gebruiken, dat weet ik wel. Leuk streepjespapier en vleermuis. Goed. Toen ik dit papier dus zag, was ik er al fan van. Maar toen ik iets zag wat ik nog niet eerder heb gezien, werd ik er helemaal enthousiast van. Want wat heeft Stampin' Up namelijk in deze suite zitten? Wit papier. En daar is wit papier, 8 vellen, 6x6. Maar het is niet zomaar wit papier, want het is een beetje ruwer. Het is glad aan de achterkant, het is steviger. En het leuke aan dit papier is dat het glow in the dark is. Dus als ik dit in het donker leg en alles gaat uit, dan geeft het gewoon licht. Ik heb het al geprobeerd en het is echt heel erg leuk. Dus ik ben helemaal fan van dit papier. Glow in the dark. Nu zie je nog niks, maar geloof me, het is echt superleuk papier. Want deze had ik dus wel even uitgepakt. Dat ik zoiets had van, ik moet kijken of dat het inderdaad werkt. En ik heb dit ook echt nog nooit eerder bij een ander gezien. Dus Stampin' Up loopt hiermee volgens mij voorop. En het leuke is, je hoeft dit natuurlijk niet speciaal voor die Halloween suite te gebruiken. Maar je kan het ook met je eigen stansen gebruiken. Je doet er een soort van kleefolie achter of iets dergelijks. Je doet sterren uit stansen. En je kan zelf je eigen sterrenhemel maken. Hoe leuk is dat? En bij deze suite, bij deze Halloween suite, horen nog leuke embellishments. En dat zijn deze hele leuke spookjes en deze hele leuke vleermuizen. Nu zou je zeggen, waarom vind je die nou zo leuk? Nou, omdat dat namelijk glow in the dark is. Oh, je ziet het een klein beetje als ik het heen en weer doe. Als ik het heen en weer beweeg, een klein beetje. Nou, is dat niet leuk? Is dat niet leuk? Ik ben er helemaal fan van. Ik had het nog niet eerder gezien.
Maar ik vind het echt leuk. Leuk, leuk, leuk. En dan het laatste papier. Wat ook echt het laatste papier in de catalogus is, helaas. Dat is het Garden Walk 6x6 inch papier. Er zitten 48 vellen in. En volgens mij 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 per soort papier. Er zit ook een hele leuke suite omheen. Dus stansen, stempels, embellishments. Te leuk allemaal. En het leuke ook is dat dit niet een typisch kerstset is. Het is niet kerst. Je kan het voor kerst gebruiken, want er zitten ook kerstpapiertjes in en kerststempels. Maar je kunt het dus ook gewoon voor tussendoor gebruiken. Want tenslotte viert niet iedereen kerst. Leuke bloemetjes. Leuke streepjes. Nog meer leuke bloemetjes. In het begin dacht ik van deze, moet ik heel eerlijk bekennen, in de mini-catalogus had ik zoiets van, ik weet niet zo goed wat ik hier van dit papier moet vinden, maar ik koop het. Maar nu ik het zo in het echt zie, het is mooi. Het is echt heel mooi. Leuke patroontjes. Dit is wat meer kerstiger. Ja, dit is wat meer voor de kerst. Niet echt modern, maar ook niet echt ouderwets of iets. Dit zijn ook weer echt kerstdingetjes. Ja, die zijn wel leuk om te combineren met elkaar. Leuk, leuk, leuk. Ik hou wel van dit soort kleine patroontjes. En jullie? En dan het laatste papier wat erin zit, of niet? Oh nee, er zit nog meer in. Oh. Dit is echt wel een kerstster wat je hier ziet. En dan ook kerstkleurtjes. Leuke kerstpapiertjes. Leuk, 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 leuk. Nou, dit was in ieder geval het uitpakfilmpje van mijn DSP. Van ik doe dus een paper share. Dat houdt dus in dat je een gedeelte van het papier krijgt. Van dit pakket bijvoorbeeld krijg je 1/6 deel. Want dan wordt dat gedeeld met 6 personen. Van het 12x12 inch, dus echt het grote papier. Dat wordt ook onderverdeeld. Dan krijg je ook 1 vel papier van 1 inch bij elkaar. Ik maak er mooie pakketjes van. Ik stop het per DSP. Dus stel je hebt het papier van hierbij. Dan doe ik dit allemaal in 1 zakje. Dan heb je ander papier. Doe ik ook weer in 1 zakje. Dan zet ik dan de naam bij. Het bestelnummer. De kleuren die je erbij kunt gebruiken. En dan kan je er lekker mee aan de slag. En wil je het dan bijbestellen, kan je het altijd bij mij nog bijbestellen. Ideaal moet ik zeggen. Het is heel makkelijk. Zeker als je niet zoveel papier verbruikt. Maar toch wel eventjes papier wil hebben. Is het ideaal. Ik bied dit aan voor €32,50 per pakketje. Exclusief verzendkosten. Verzendkosten komen op €4,15 voor een brievenbuspakketje. Inclusief traceercode. Kom je het bij mij in Den Haag ophalen, dan betaal je uiteraard geen verzendkosten. Zo simpel is dat. Je kunt je opgeven door middel van de link te volgen. Hieronder bij YouTube. Maar ook via de link die ik in Instagram heb aangemaakt en in Facebook heb aangemaakt. Anyways, geef je snel op, want 6 september gaat namelijk de nieuwe mini-catalogus in. Dan doe ik ook direct de bestelling eruit, zodat je zo snel mogelijk jouw pakketje kunt ontvangen. Ik hoop dat het duidelijk is. Mocht je nog vragen hebben, kun je die altijd doen. Vanaf nu kun je in ieder geval opgeven voor PaperShare. Betaling komt in de week van 30 augustus tevoorschijn via de mail. Dan krijg je een betaallink en dan heb je betaald. Dan krijg je uiteraard
jouw pakketje zo spoedig mogelijk opgestuurd. Want het 12x12 papier moet ik natuurlijk nog wel even snijden. Maar weet dat het er dan in ieder geval aankomt. En ik hou je op de hoogte, traceercode en dergelijke. Dat ontvang je ook van mij allemaal. Ik hoop dat je in ieder geval hebt genoten van al het mooie papier wat er aan zit te komen per 6 december. Heb je bij mij in mei, juni of juli een bestelling gedaan, dan ontvang je uiteraard deze mini-catalogus erbij. Doe je in augustus nog een bestelling van €25 of meer, dan ontvang je deze ook al natuurlijk nog bij. Ik wens je een hele mooie dag. En ik hoop dat je mee wilt doen met de Papershare, want het scheelt jou gewoon een hele hoop geld. En een hele hoop papiertjes die je straks na afloop nog hebt liggen. De groetjes. Doei doei.